In dit laboratorium op Campus Drieëiken is het team van Christine van Broekhoven druk aan het werk. De onderzoekers zijn opgetogen over de zoveelste belangrijke onderscheiding die hun professor in de wacht heeft gesleept. Enerzijds is het een trigger om gemakkelijker fondsen te kunnen aantrekken, maar anderzijds zien we ook dat mensen meer gemotiveerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Het is zo dat wij duizenden patiënten nodig hebben om ons onderzoek te kunnen doen, maar ook gezonde controlepersonen bijvoorbeeld, gezonde mensen zijn ook heel belangrijk voor het onderzoek. Ze heeft het zeker en vast wel verdiend, dus ze steekt ook heel wat tijd en moeite in. Dus ja, super hè. Voor ons is het natuurlijk ook belangrijk dat ons werk kan doorgezet worden en dat er genoeg financiering is voor, en ook erkenning van professor Van Broekhoven zelf. Allen zijn het erover eens dat Van Broekhoven zeer gedreven is, ook als het over details gaat. En ze is rechtvaardig, klinkt het. We leren heel veel bij. We krijgen heel veel feedback ook over wat wij doen, dus heel positief. Hoe is hij als baas? Is hij makkelijk? Is hij moeilijk, streng? Een correcte baas, laat ons dat zeggen. Ja. Ze wordt niet graag als professor aangesproken. Dus het is eigenlijk een heel dynamische omgeving. En we communiceren heel veel met haar, we brainstormen veel met haar. Ze pusht ons soms heel hard, wat niet altijd makkelijk is, maar daardoor bereiken we ook veel. Ook het woord pionier valt, want professor Van Broekhoven maakt het volgens haar team mogelijk om aan internationaal onderzoek te doen in Antwerpen.